En de tank. Als je veel op de weg zit in ons land, dan zal het je ongetwijfeld zijn opgevallen dat er steeds meer pick-ups rondrijden. Dat zijn natuurlijk allemaal ondernemers die zo'n pick-up rijden op een grijs kenteken, want op een geel kenteken zijn ze eigenlijk niet te betalen, vanwege de hoge CO2-uitstoot en dus de torenhoge BPM-boete die je over zo'n pick-up moet betalen in ons land. Maar ja, betekent wel dat steeds meer ondernemers een bedrijfsbus of een ander voertuig laten staan voor een pick-up. En de populairste pick-up in Europa, dat is niet een Toyota Hilux of bijvoorbeeld een Ram, die ook heel veel Nederlanders ziet rondrijden. Maar dat is de Ford Ranger. En Ford brengt nu een aantal nieuwe varianten naar ons land. En in deze video ga ik je laten zien welke dat zijn. Ja, het lijkt erop dat de ondernemers en ZZP'ers van Nederland nu definitief de pick-up ontdekt hebben. Niet zo heel raar natuurlijk. Amerikanen zijn niet voor niets zo dol op deze apparaten. Ze zijn super capabel. Je kunt er van alles achterin gooien, van alles achterhangen. En laten we eerlijk zijn, ze zien er ook behoorlijk stoer uit. In Amerika is Ford natuurlijk de koning van de pick-ups. Ze verkopen daar omgerekend ieder uur 7 dagen per week 100 exemplaren van de Ford F-150. Die F-150 is natuurlijk iets te groot voor onze Europese wegen. Maar gelukkig heeft Ford nog een kleiner formaat, namelijk deze Ranger. En met deze Ranger hebben ze de populairste pick-up in Europa. Dit is niet echt een Amerikaans product. Sterker nog, sinds 2018 wordt je pas weer verkocht in Amerika. Dit is meer een internationale pick-up die onder andere in Australië en Zuid-Afrika verkocht wordt. En hier in Europa. Ja, de Ranger is dan misschien het kleine broertje van de F-150. Maar echt klein, dat is die niet. Zelfs de ventieldopjes lijken groot op deze auto. En hij is dan 5,40 meter lang, bijna 1,90 meter hoog en dik 2 meter breed. Licht, dat is die ook bepaald niet, want hij weegt zo'n 2,5 ton. En om te zorgen dat deze auto voldoet aan de eisen van een grijs kenteken in Nederland, laat Ford deze auto's dus ombouwen in ons land. De achterbank wordt eruit gehaald, de achterramen worden geblendeerd. Er komt een tussenschot in het midden hier met een rooster en een Ford logo, waardoor het haast lijkt alsof deze auto zo uit de fabriek is komen rollen. En deze Ranger rijden in Nederland vanaf 27.000 euro. Dat is uiteraard wel op grijs kenteken. En de Raptor, het topmodel, die rijden vanaf 47.600 euro. Onder de motorkap van de Ranger krijgen we een 2 liter bi-turbo diesel. Met 2 turbo's dus. Met 213 pk en 500 Nm koppel. Vooral dat laatste is behoorlijk indrukwekkend. Standaard krijg je ook een 10 traps automaat. Die ook in de F-150 ligt en ook in de Ford Mustang. Maar bij sommige uitvoeringen kun je ook een handbak krijgen met 6 versnellingen en ook met 170 pk in plaats van 213 pk. En dankzij dit vermogen kun je met de Ranger ja, eigenlijk alles erachter hangen, alles de berg op sleuren of door de modder heen. Deze auto heeft namelijk een geremtrekvermogen van 3500 kilo en een laadvermogen van 1000 kilo. En dat maximale geremde trekgewicht dat geldt voor alle varianten, behalve voor het topmodel gek genoeg, voor de Ranger Raptor dus. Niet omdat hij minder vermogen heeft, maar omdat hij een andere wielophanging heeft. Bijna alle Raptors die hebben gewoon bladveren, ook achter. Behalve de Ranger Raptor, die heeft achter Fox Racing dampers. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. En daardoor kan hij geen 3500 kilo trekken, maar maximaal 2500. Wat op zich nog steeds best netjes is. En het laadvermogen achterin is geen 1000 kilo, maar 600 kilo. In Nederland kun je de Ranger alweer een aantal jaar krijgen. En er zijn nu een aantal nieuwe varianten. Waaronder deze MSRT die ik hier bij me heb. Maar je hebt ook de Wolftrack, de Stormtrack. En er is een special edition van het absolute topmodel, de Ranger Raptor. En al deze varianten hebben hun eigen specialiteit. Maar het zijn natuurlijk allemaal wel werkpaarden. Maar de een is wat dikker aangekleed dan de ander. Zo sta ik hier naast de MSRT uitvoering. Deze is ontwikkeld in samenwerking met M-Sport. De rally sport specialist waar Ford al mee samenwerkt sinds 1997. Deze Ranger MSRT is van alle uitvoeringen het meest gericht op de weg. Hij heeft ook een beetje een andere neus in vergelijking met andere Rangers. Met een andere grill en andere luchtinlaten. En hij heeft geïntegreerde mistlampen en een soort van diffuser. In het interieur is hij wat chiquer aangekleed dan de andere Rangers. Je krijgt wat mooiere materialen en uiteraard een hele hoop MSRT logo's en gele stiksels. Dan heb je de Stormtrack, wat je een beetje kunt zien als het luxe werkpaard. Hij heeft standaard ook de 2 liter dieselmotor met 213 pk en 500 Nm koppel. En dus ook een gremtrekvermogen van 3500 kg en een laadvermogen van 1000 kg. Hij is ook redelijk dik aangekleed met bijvoorbeeld specifieke stoelen en lederen bekleding. En dit is dus de uitvoering die je niet alleen tijdens je werk kunt gebruiken, want hij biedt ook voldoende comfort voor in je vrije tijd. Dit zijn trouwens wel allemaal uitzwaaimodellen, want in de loop van 2022 komt er een nieuwe Ranger op de markt. Dan komen we bij de meest brute uitvoering die je kunt krijgen, namelijk deze Ranger Raptor. De performanceafdeling van Ford is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Raptor. En jij kent hem eigenlijk direct aan zijn agressieve uiterlijk. In de grill zijn in koeienletters de merknaam Ford verwerkt. En de wielkasten zijn dankzij composietenpanelen extra breed.
De spoorbreedte is 15 cm toegenomen in vergelijking met de standaard Ranger en hij staat ook 5 mm hoger. Het onderstel van deze Raptor maakt hem echt uniek. Hij is voorzien van Fox dampers en gigantische BF Goodrich treinbanden die speciaal voor de Raptor ontwikkeld zijn. Deze Fox dampers kunnen op hoge snelheid de meest slechte treinen aan. En als je deze truck in Baja-modus zet, dan kun je eigenlijk in volle snelheid over een heuvel heen vliegen. En hoe dat gaat, zal ik u nu even laten zien. En dan als laatste hebben we ook nog de Wolftrack uitvoering. Dat is deze grijze die ik hier bij me heb. Dit is eigenlijk de meest ruige uitvoering op de Raptor na dan. Deze kun je ook krijgen met 170 pk en een handbak met 6 versnellingen. En deze uitvoering moet je hebben als je gewoon veel off-road wil. Of in de landbouw, in de tuinbouw of in de bosbouw zit. Deze heeft ook een rack achterop zitten, zo'n buizenframe. Daar kun je natuurlijk van alles aan vastbinden. Dit is de enige variant die dat bijvoorbeeld heeft. Ook het interieur van deze uitvoering is vrij spartaans. Dat geldt eigenlijk wel een beetje voor alle Rangers. Dat is niet per se vanwege kostenbesparingen, maar ook omdat je het gewoon schoon moet kunnen houden. Deze auto's worden natuurlijk intensief gebruikt, ook soms door meerdere personen. Er komt veel stof, veel vuil, veel modder in deze auto's. En dan moet je natuurlijk allemaal makkelijk schoon kunnen houden. Zodoende veel harde plastics in het interieur in plaats van zachte materialen. En dat ga ik u nu even laten zien. Ja, welkom in het interieur van de Wolftrack. Van alle nieuwe varianten die er nu zijn, is dit wel echt het echte werkpaard. Ook wel een beetje de basisuitvoering. Dat zie je ook wel een beetje hier in het interieur terug. Zoals ik al zei, veel harde plastics. Dit is hard. Zelfs de armsteun hier in het midden is hard. De deurpanelen zijn hard. Er zitten nog wel wat zachte materialen hier in het midden. Maar voor de rest is het allemaal wel vrij basic. Betekent niet dat het er niet leuk uitziet. Je hebt hier een mat zwart paneel met een Wolftrack logo. Je krijgt ook mooie rubberen vloermatten hieronder met een Ranger logo erop. Wederom heel duurzaam, makkelijk schoon te maken. Hier in het midden zit een 8-inch scherm. Hier draait het Ford Sync systeem op, Sync 3. En hier voor mijn neus krijg je ook nog een digitaal instrumentarium. Tenminste, hij is niet helemaal digitaal, maar je hebt twee kleine schermpjes aan beide kanten. En in het midden, daar heb je je snelheidsmeter. De ergonomie is ook goed voor elkaar. Je hebt redelijk veel aflegruimte. Nog niet zoveel als in een bestelbus, maar het komt inmiddels redelijk in de buurt. Ja, dan heb je eigenlijk alle uitvoeringen wel gezien. De MSRT, de Wolftrack, de Stormtrack en natuurlijk de Ranger Raptor Special Edition. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je hem leuk? Vergeet hem dan vooral geen duimpje te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je bij de volgende.